Waarom luistert de overheid niet graag naar burgers? Dit is de Universiteit van Nederland. Heel lang geleden, 100 jaar geleden, ik was een jaar of 30. Maar in ieder geval, toen studeerde ik... voor mijn promotieonderzoek deed ik onderzoek naar conflicten tussen overheden en boeren over het natuurbeleid in Nederland. Daar hebben jullie geen weet van hoeveel ruzie er niet wordt gemaakt over natuur in Nederland. Dat was dus 30 jaar geleden het geval en ik kan je vertellen dat is vandaag de dag nog steeds. In die tijd was er voor het allereerst een natuurbeleidsplan ontworpen in Nederland. Dat was door de Tweede Kamer heen gejast en dat moest toen worden uitgevoerd. En dat plan dat ging over planten en dieren. En dat ging over wat ze noemden een ecologische hoofdstructuur. Die dan over Nederland werd gelegd. Waarin alle versnipperde natuurgebieden aan elkaar werden gebreien. Zodat de dieren, de otter, dat was dan het ideaal. Van Groningen naar Zeeuws-Vlaanderen kon zwemmen. Gewoon ongestoord. Dat was het ideaal. Dus de ecologen en biologen in Nederland waren euforisch. Het was echt een prachtig plan. Toen moest dat plan worden uitgevoerd en toen werden ze iets minder euforisch, want voor de uitvoering van dat plan, daar hadden ze de boeren voor nodig. Want de boeren die hebben gewoon het grootste deel van het land in hun bezit. Dat was toen en dat is nu nog steeds. Nou, die avonden die zagen er eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde uit. Die gingen ook volgens hetzelfde stramine. Het was een soort podium. En daar zaten dan de provinciale bestuurders achter. Die dus verantwoordelijk waren voor het natuurbeleid. En er zaten ook nog wat representanten van de natuurorganisaties. Die zaten daarbij. En die zaten dan achter die tafel. En in de zaal zaten eigenlijk vooral boze boeren. En wij zaten er ook. En we hadden ons ook een beetje aangekleed als, niet als een boze boer, maar wel als een boer. Zo van, we hadden schipperstruien aan. En zodat we ook een beetje met die boeren ook wat informele gesprekken konden voeren. Dat lukte ook heel goed. We werden echt behoorlijk goed opgenomen binnen die gemeenschap. Nou, en voor de pauze dan gingen dus die mensen achter dat podium vertellen. Nou, dit gaat er gebeuren en dat is allemaal fantastisch en dit en dat. En dan na de pauze mochten de boeren vertellen wat ze ervan vonden. En dat deden ze ook in echt geen bijzonder klare taal. Sommigen die hadden zulke lappen voorbereid en dat lazen ze voor. En ze waren echt vreselijk boos, die boeren. En eigenlijk op geen enkele bijeenkomst, was eigenlijk wel heel droevig, want op geen ene bijeenkomst, we hebben er heel wat gevolgd door het hele land, is het gekomen tot een goed gesprek. Integendeel, op heel veel van die bijeenkomsten werd gewoon met tomaten gegooid en er werd gescholden. Echt, het was gewoon verschrikkelijk. En na afloop dan vroeg je wel eens aan die mensen van, jongens, waarom doen jullie dit in godsnaam? We moeten wel. En we hadden zo gehoopt dat het anders ging. Maar dat gebeurde iedere keer maar niet. En na afloop gingen die boeren nog bozer naar buiten als dat ze er binnenkwamen. En werden eigenlijk de bestaande meningen alleen maar versterkt. En was de verhouding tussen overheid en die boeren nog harder verslechterd als dat die al was. Nou, communicatief gezien was dat een drama. Het was gewoon niet om aan te zien, zou je kunnen zeggen. En onze analyse die was van die boeren, die voelen zich niet gehoord. Ja, het is eigenlijk een hele simpele analyse. Die voelen zich gewoon niet gehoord. En die setting met die zogenaamde experts achter die tafel en dan die boeren in rijen aan de andere kant, dat werkte ook niet echt. Dat was nogal top-down. En dat nodigde ook niet echt uit tot een goed gesprek. Hè? En die mensen begonnen meestal zo'n avond heel erg optimistisch. Wij zijn hier bijeen om met elkaar te praten over het natuurbeleid in de regio. Maar dat was ook helemaal niet waar. Want ze wilden gewoon dat beleid eigenlijk door de strotten van die boeren duwen. En dat deden ze dan aan de hand van wat wij noemen een DAD-strategie. Dat is decide, we besluiten iets, bindingskamers, we kondigen het aan, announce, en we verdedigen het, defense. Want we moeten wel, want we voelen al meteen de commotie eigenlijk. En dat verdedigen, dat ging eigenlijk altijd volgens dezelfde type patroon. Men begon dat natuurbeleid eigenlijk te brengen als heel erg goed nieuws. Fantastisch nieuws. Mensen, we gaan met z'n allen Nederland weer mooi maken, zeiden ze dan. Nou, die boeren die zaten dan al gelijk helemaal op de kast. Want die hadden zoiets, ja, maar dat doen wij al jarenlang. Zien jullie dat dan niet? Vervolgens werden de problemen die de boeren zouden kunnen ondervinden van dat natuurbeleid, werden volledig genegeerd. Terwijl ja, iedereen die een beetje verstand heeft van landbouw, die weet dat landbouw en natuur gewoon niet samengaan. Want kort gezegd, natuur wil het waterpeil omhoog, boeren willen het
waterpeil omlaag. En dat is gewoon heel lastig te verenigen. Dat klopt gewoon niet. Dus in die zin was het probleem. Maar dat werd nooit over gesproken. Het was altijd van, nou, die problemen werden gewoon genegeerd. En bij aanhoudende protesten, dan werd uiteindelijk de verantwoordelijkheid afgeschoven. Dan was het van, ja, luister eens even, don't kill the messenger. Wij hebben het ook niet verzonnen, dat hebben ze daar in Den Haag verzonnen. Dus ja, wij moeten het alleen maar uitvoeren. Dus ja, daar konden die boeren natuurlijk ook niet heel erg veel mee. Dat was een beetje het verloop van die avonden. En men ging er maar mee door. En tot onze stomme verbazing zou je kunnen zeggen van 30 jaar later zien wij dat er nog steeds inspraakavonden worden georganiseerd. En die verlopen eigenlijk volgens een redelijk vergelijkbaar stramien. De vraag is, wil Steenbergen ook een klein deel hiervan opvangen? Dat is het vraagstuk waar het gemeentebestuur zich voor gesteld ziet. En wij willen vanavond en hopelijk een beetje volwassen met elkaar praten wat nou de voors of tegens daarbij zijn. Het gemeentebestuur heeft nog geen enkel standpunt ingenomen. Wat valt op? Ik was daar niet bij. Het is voor mij een soort jeugdtrauma als ik dit zie. Het is de vergelijking is zo groot en dat is notabene 30 jaar later. Je ziet een gelijksoortige opstelling. Hè? Je ziet die boeren weer in rijen achterin. Of die boeren, dit zijn boze burgers. Hè? Maar dat is heel vergelijkbaar met die boze boeren. Dezelfde DAD-strategie. Ook weer dat begin. Hè? We zijn hier bij elkaar om te praten. Dat is gewoon ook niet waar. Ze weten al precies waar ze dat AZC hebben gepland. En ze weten ook precies hoeveel asielzoekers ze daar het liefst in zouden hebben. Hè? Dus weer opnieuw is een soort vergelijkbaar iets. Wij zijn hier bijeen, maar eigenlijk willen we jullie toch iets door de strot douwen. Dat lukt dus weer niet. En dat lukt dus weer even zo goed. En ook hierbij zien we dat deze boze mensen, die gaan eigenlijk nog bozer naar buiten als dat ze kwamen. En bestaande meningen, die zijn echt niet genuanceerd. Nog bij de overheid, nog bij de boeren, of bij de burgers, de boze burgers zelf. Voor ons was een les in de tijd met de boeren, maar dat is het eigenlijk nu nog steeds, zou je kunnen zeggen, dat als je een bepaald beleid geaccepteerd wilt krijgen, dan zul je eerst eens even heel goed moeten nadenken over wat dat beleid met mensen doet. Hoe mensen over zo'n beleid gaan denken. Waar mensen zich het meest druk om maken is, wat gaat die maatregel betekenen voor mijn dagelijkse leven? He, dat is iets wat je gewoon heel goed moet exploreren. En hoe rechtvaardig is die maatregel? Waarom moet ik hier iets mee en niet een ander? Dan moet je dus het eerste wat je moet doen is gaan onderzoeken, gaan peilen, hoe wordt er over het beleid gedacht? Nou, als je daar even een kleine peiling over houdt, daar heb je echt geen grootschalig onderzoek voor nodig, dan weet je dat waarschijnlijk al vrij snel. Vervolgens moet je zodanig het gesprek voeren met de mensen, dat mensen ook werkelijk op een veilige manier de discussie kunnen voeren. Dat zij die afwijkende mening ook naar voren kunnen brengen. En mensen die het daar weer niet mee eens zijn, dat die dat ook kunnen. En dat betekent dus dat je een setting moet creëren waarin mensen elkaar op zijn minst kunnen aankijken. He? Een veilige setting met kleine tafeltjes waarin mensen gewoon in kleine groepen iedereen zijn zegje kan doen zonder dat die meteen afgemaakt wordt door een hele grote boze groep. He? Dus dat is ook al heel erg belangrijk. En een ander ding is dat we vooral ook moeten luisteren naar wat mensen dan naar voren brengen. Als jij je beleid van tevoren al kant en klaar hebt, dan heb je niet meer zo'n zin om naar die burgers te luisteren. Je wil alleen maar dat ze zeggen, fantastisch beleid. En dat doen ze dan net niet. En sowieso, meer algemeen, is luisteren niet iets waar wij nou heel erg goed in zijn. He? Daar zijn wij gewoon niet heel goed in. De Chinezen die hebben dat ietsjes beter begrepen. Die hebben er op zijn minst al een paar spreekwoorden over. De Chinezen die zeggen, we hebben twee oren en één mond. En weet je waarom? Omdat het twee keer zo moeilijk is om te luisteren dan om te praten. Nou, dat is al een enorme belangrijke wijsheid natuurlijk. Dit is het Chinese, het traditionele karakter van luisteren. Het klassieke karakter, Chinese karakter, waarmee luisteren wordt uitgedrukt. En het interessante daarvan is, dat is dat het een samengesteld karakter is. Er zitten dus meerdere betekenissen aan. We zien het oor.
We zien ook jij, dat is al vrij apart. Luisteren gaat om jou, gaat niet om mij, maar gaat om jou. We zien ook ogen, dat betekent ook dat zij luisteren meer opvatten als waarnemen. Dat doe je met al je zintuigen. Prachtig vind ik ook dat er staat volledige aandacht. Voor Chinezen is luisteren ook echt de volledige aandacht voor de ander. En we zien het hart. He, dus je luistert met heel je hart. Dat is een heel mooi, is natuurlijk een teken van, nou, dat is idealiter. Maar het is het feit dat ze dit op deze manier, laten we zeggen, het begrip luisteren uitdrukken, is eigenlijk al heel erg mooi. Ik heb nogal wat onderzoek gedaan naar luisteren. Er is beduidend minder over onderzocht dan over praten. Dat is al een duidelijk verhaal eigenlijk. Maar er is een Duits econoom die heeft daar onderzoek naar gedaan. En die heeft duizenden gesprekken in organisaties onderzocht. En op basis daarvan heeft hij een categorisering gemaakt van verschillende typen van luisteren. Dus deze man die heeft 4 categorieën van luisteren bedacht. En de eerste vorm van luisteren, dat noemt hij downloaden. En dat is zodanig luisteren dat je eigenlijk op zoek gaat naar datgene wat je al weet of wat je ook al vindt. He? Van je luistert en als je iets herkent, dan zeg je, oh ja, dat ken ik. Dat heb ik ook altijd. Kennen we dat? Wel, hè? Dus luisteren, OSM luisteren zou je het haast kunnen noemen. Hè? Ons soort mensen luisteren. We pakken datgene eruit wat we ook al lang wisten of wat we al vonden. Scharmer zegt, in alle gesprekken die ik hoor, meer dan 80% van het luisteren is downloaden. Maar er zijn meerdere soorten van luisteren. Een tweede vorm van luisteren, dat noemt hij informatief luisteren. En dat is luisteren naar datgene wat je nog niet wist. Naar nieuwe informatie. Dat doen wij heel weinig. Dat is apart, hè? Je zou zeggen, journalisten die doen dat. Maar iedereen die met journalisten van doen heeft gehad ooit, die weet dat de meeste journalisten, die hebben hun verhaal ook al klaar. En die bellen jou op het moment dat ze misschien nog een voorbeeldje willen of een bron. Of dat ze hun verhaal bevestigd willen zien. Wetenschappers zouden idealiter natuurlijk ook heel goed moeten zijn in informatief luisteren. Maar het feit dat wij toch vooral werken vanuit hypotheses, veronderstellingen, die we vervolgens dan natuurlijk het liefst bevestigd zien, dat laat zien dat ook wij wetenschappers erg geneigd zijn tot downloaden. We hebben het verhaal in onze kop en we willen het graag nog wat bewijs bij hebben. Derde vorm van luisteren, zegt Scharmer, dat noemt hij empathisch luisteren. En dat is luisteren naar die ander, eigenlijk wat die Chinezen doen, met heel je hart, met volle aandacht voor die ander, zonder dat je zelf een oordeel hebt over wat diegene vertelt. Dat oordeel schort je op. Coaches, die kunnen dat goed. Die hebben 4 jaar lang fulltime opleiding en een hele sloot ervaring om empathisch te kunnen luisteren. Maar het is nog beter als wij die 3 verschillende vormen van luisteren goed weten af te wisselen. Want dan leren wij van elk gesprek. En dat noemt hij generatief luisteren. Het helpt echt, kan ik zeggen, ook in professionele zin. Ik doe op dit moment samen met Christine Blijenberg en Rentjan Genes onderzoek ook weer naar bewonersgroepen, hè, die door de overheid in het leven worden geroepen om te praten over ingrepen in de wijk. Hè, er gebeuren voortdurend in iedere buurt, in iedere wijk, allerlei overheidsingrijpen. En we hebben vergeleken 2 ingrepen in 2 steden. In de ene wijk werd een cultureel centrum neergezet. En in de andere wijk, in een andere stad, werd een centrum neergezet voor verslaafdenopvang. Nou, als je zou mogen kiezen, dan zou je toch al gauw neigen naar, ja, nou, die culturele centrum. Dus de meeste commotie zou je eigenlijk verwachten rondom dat verslavingscentrum, nietwaar? Was ook onze verwachting. Maar tot onze verbazing was het een ander verhaal. Dat verslavingscentrum, dat werd eigenlijk gaandeweg, werd dat eigenlijk heel erg goed geaccepteerd door de omgeving. En dat had alles te maken met de manier waarop die overheid in de gesprekken omging met die bewoners. Die bewoners die werden van begin af aan serieus genomen. Misschien omdat we ons allemaal wel iets kunnen voorstellen bij het probleem van een verslavingscentrum om de hoek. Hè? Meer als een cultureel centrum. Dus bij dat verslavingscentrum, daar werd voortdurend empathisch geluisterd. Ik kan me voorstellen dat je daar moeite mee hebt. Waar ben je bang voor? Vertel. Enzovoort. Met als gevolg dat die bewoners ook veel meer begrip kregen voor de overheid, voor de gemeente. Ze begonnen ook te begrijpen van, hè, dat ze niet alle gegevens van die mensen op straat konden gooien, dat die mensen ook recht hadden op privacy, enzovoort. Dus het werd een wederzijds begrijpen.
Terwijl bij dat cultureel centrum werden de mensen van begin af aan eigenlijk een beetje weggezet al als een soort van zeurpieten. Als ze al iets te berden brengen, werd daar niet goed op gereageerd. En als ze het daarna nog een keer probeerden, dan was het al heel gauw. Ja, maar dat heb je toch al een keer gezegd? Dus daar was een heel ander type gesprek, zou je kunnen zeggen. He, dus luisteren is een tweezijdig gesprek. Als jij, dat is net als met respect en met vertrouwen. Als jij luistert naar jouw gesprekspartner, dan zal die al gauw bereid zijn ook om te luisteren naar jou. En dan krijg je al een veel constructiever gesprek dus eigenlijk. We zullen beter moeten luisteren, maar ook op ons spreekgedrag valt nog een hoop op aan te merken. En er valt een hoop over te leren. En daarover gaat het vierde college.